2-4 lijkt misschien op het oog vrij comfortabel. Was het dat ook? Ja, de eerste paar minuten natuurlijk niet. Maar ik denk daarna dat we gewoon de betere waren. En ik denk dat het gewoon een verdiende overwinning is. Wat gebeurt er in die openingsfase? Ja, het zag er een beetje knullig uit. Volgens mij liep Moisander, liep Jasper in de weg. En het zag er een beetje knullig uit. En dat mag niet gebeuren, maar wat ik zeg, daarna pak ik het wel goed op. Ik ben zeer gelukkig na de toren, na deze zieg, want dat was een zeer wichtige ding voor ons. We hebben auswärts gespielt in Cambuur. Das war wirklich, Cambuur heute war stark, war gute Gegner. Wir mussten viele kämpfen, viele Herz gegeben. Und das war wirklich ein sehr wichtiger Sieg. Und wir sind zufrieden. Kommt schnell der 1-1 von Arek Milik. Goeie goal. Ja, het is echt een mooie. Ik weet niet wie de lange bal gaf. Boylissen. Oké, Boylissen. En hij neemt hem één keer goed mee. En als hij voor zijn linker komt, dan weet je wel dat het bijna altijd raak is. Ja, dat was een goede pas van Nicola Boylissen. Ik heb gezien, ik ben alleen. En ik heb zum Tor gelaufen. Ik heb gezien, wo is Torwart? Ik heb geschossen met linker voet. Ja, dat is alles. Dan komt jouw moment. Wat gebeurt er bij die 1-2? Ja, de bal begint helemaal rechts en ik was even uitgeweken naar links. En uiteindelijk kon die bal lassen en die deed wat moois. En toen speelde hij uiteindelijk naar mij. En toen had ik zoveel ruimte en tijd dat ik hem aan kon nemen en kon schieten. Nou, het was misschien niet de moeilijkste goal inderdaad, maar wel even een belangrijk op dat moment. Ja, het was ook wel lekker. Ook omdat ik de laatste weken natuurlijk een beetje problemen heb met kansen. Dus dat was wel lekker voor mij, maar ook zeker voor het team. We hebben voor het spel gezegd, we willen heute winnen, weil dat is het spel voor de länderpauze. En we hebben in de woche verloren tegen Barcelona. En we willen heute winnen, weil dat was voor ons zeer wichtig. Zeer wichtige spel, zeer wichtige sieg. En we hebben dat gemaakt. Je hebt een scheidsrechterswissel meegemaakt eigenlijk? Nee, niet echt. Ik liep toevallig achter hem en hij verstapte zich volgens mij. Of ik weet het niet, zijn knie in ieder geval. En het zag er niet lekker uit, maar... Ja, je liep al naar hem toe, hè? Zei je nog wat tegen hem? Of, Ik vroeg wat er aan de hand was. Het zag op zich wel een beetje grappig uit, maar ik ben ze wel sterk natuurlijk met deze blessure. En het is nooit leuk als je geblesseerd bent. Nog even over jou. We hoorden voor de wedstrijd iets over liesklachten bij jou. Hoe zit het precies? Ja, nog steeds wel een beetje. Ik had woensdag na de wedstrijd een beetje last van gekregen en een scan laten maken. En op zich zag het er prima uit, maar wel een klein beetje iets te zien. Maar ik voelde me prima. Gisteren getraind, vandaag, vanochtend ook prima. Ja, nu aan het eind van de wedstrijd werd het wel stijf. En we hadden ook al besloten als het even kon dat ik eruit ging, zeg maar. En uiteindelijk kon dat dan ook, maar het is wel even stijf. Ik moet wel een beetje oppassen. Ja, want hoe zie je dat voor de komende weken, voor Oranje? Nee, denk ik niet. Ik denk gewoon even herstellen. Ik denk dat mijn lichaam even rust nodig heeft.